In 2019 was het suïcidecijfer in België 15,4 per 100.000 inwoners, volgens de gegevens van Eurostat. We bezoeken Inner Center om te zien hoe zij zorgen voor een veilige, comfortabele omgeving voor hun cliënten. Als werknemers eigenlijk mentale gezondheidsproblemen hebben op het werk, dan is het natuurlijk al een stapje te laat. In de zin van, dan hebben ze al burn-out klachten. En dan kunnen wij uiteraard helpen met therapeutische behandelingen, coaching, één op één, maar ook in groep. Maar eigenlijk is het voor een bedrijf beter om in te zetten op preventie, zodanig dat we uitval van ziekte voor zijn. Blijkt het onderzoek dat de leiderschapsstijl voor 32% het risico op burn-out bepaalt. En als we zien dat maar 52% tevreden is over het management of leiderschapsstijl van een manager, dan is daar op in te zetten. Zet in op preventie en op empathisch leiderschap. En hoe doen wij dat? Door hier trainingen te geven in leadership en in verbindend communiceren. En er is meer dan een psychologenpraktijk alleen. Het is een plek waar we samenwerken aan jouw mentale gezondheid op een manier die voor jou comfortabel voelt op dat moment. Dus of het nu via therapie is, trainingen of yoga, bij ons vind je alles onder één dak. En dat ook voor alle leeftijden, ofwel één op één of in groep. Mensen kunnen bij ons terecht voor een breed arsenaal aan klachten, van stressgerelateerde klachten tot stemmingsangstklachten, maar ook enkelvoudig, meervoudig en complex trauma. Uiteraard ook relationele problemen, gezinsproblemen, hechtingsproblemen, studieproblemen en ook verslavingsproblematiek. Wij kijken altijd in een persoonlijk, individueel aangepast programma wat voor die persoon op dat moment in zijn leven het beste is om die aan te vangen. En dan stellen we wel voor eerst een stabilisatietraject te doen, bijvoorbeeld met een mindfulness training, om eigenlijk tot rust te komen. En van daaruit heb ik voldoende stevigheid om dan het traumastuk te gaan behandelen.